zoals altijd is die zomer voor jullie drie keer in de ronde en heel veel optreden. Ja, we komen net terug van vakantie en we zijn nu gestart en er wordt weer inderdaad een hele drukke zomer. Ik ben Gardameer geweest en Carlo is, vertelt zelf maar. Mag dat? Ik ben een Creta geweest. Mooi weer gehad, dat zie je. Je hebt het niet mee teruggenomen? Nee, niet echt. En meestal als wij optreden hebben we prachtig weer, maar dat zat nu net even niet mee. Nee. Die carrière met z'n tweeën, dat gaat nog steeds lekker. Die vraag is net ook al gesteld en dat komt eigenlijk omdat je begint samen op nul. Hè? Bij ons in dit geval de Soundmix Show. En je maakt stapjes en ja, we zijn er heel eind op de ladder. We zijn er nog niet, maar je voelt gewoon dat er heel veel in de lucht hangt en er gaan leuke dingen gebeuren en dat stimuleert natuurlijk. Het is zoveel jaar dat je bijna zou verwachten dat er nog eens een keer een conflict situatie komt. Ach, als je daar goed met elkaar over praat, dan komt hij er niet. Maar je moet wel goed in gesprek blijven met elkaar, net als een huwelijk. Veel vertellen, wat je dwars zit moet je zeggen en proberen eruit te komen. En als het echt niet kan, maar daar ben ik niet van en hij ook niet gelukkig, dan moet je stoppen. Maar nee, dat hoeft niet bij ons, denk ik niet. Wij hebben denk ik in die 11 jaar voor altijd wel, als er iets is, een oplossing gevonden. Ja. Ik denk dat dat ook de ervaring is in deze hele moeilijke wereld. Want hè, de mensen denken wel eens van het is alleen maar lang leven de lol. Maar het is echt wel een wereld waar je allemaal moet vechten voor je plek. Dat geldt gewoon voor iedereen. Voor je plek vechten, ja, dat betekent gewoon waaruit het zich. Ja. De goede plaat. Je krijgt natuurlijk altijd heel veel goede raad van buitenaf. Maar wij kunnen wel na 11 jaar zeggen dat je toch altijd wel. Het komt altijd weer op jezelf neer, snap je? Dus je kan dingen aannemen van mensen, maar wij moeten het toch zelf doen. En daar komt het op neer.